Vandaag is de Nokia 6.1 de beste smartphone rond de 250 euro. Welkom bij Hart Info TV. Het Finse Nokia is bezig met een glansrijke comeback. Kort geleden bespraken we al de Nokia 7 Plus en vandaag gaan we het hebben over een remake van een toestel van vorig jaar. Toen was het de Nokia 6 en dit jaar spreken we over de Nokia 6.1. Ja, ik zei het al, ze waren bezig met een comeback. En volgens mij een van de redenen waarom Nokia ineens zo heel erg succesvol is, is dat ze helemaal gestapt zijn in de wereld van Android One. Geen eigen software, gewoon Android zoals Android bedoeld is. Ja, en we hebben het daar eerder al over gehad, ook in een speciale aflevering helemaal over Android One. Die kan je terugkijken, link daarvan bij de description. En dat geldt dus ook voor die Nokia 6.1. Weer een toestel gebaseerd op Android One. En even in het heel erg kort, dat is een versie van Android die feitelijk door Google wordt beheerd en wordt uitgeleverd richting fabrikanten. En waarbij je dus altijd gegarandeerd bent van de laatste updates en security patches. Iedere maand, je kunt bijna de klok erop gelijk zetten, krijg je gewoon de security updates van die maand. Je bent altijd gewoon 100% veilig, 100% up-to-date. Ja, en van die Nokia 7 Plus, die we hadden besproken, daar waren we eigenlijk ontzettend enthousiast over. Dat was een toestel met een prijs van net geen 400 euro. Terwijl die wel redelijk high-end specificaties bood. Niet de allersnelste sok, maar gewoon prima. Een goed scherm, goede camera. En wij waren dus benieuwd wat het toestel daaronder, de 6.1, te bieden heeft. Want het toestel van vorig jaar, die heette toen gewoon Nokia 6, was best aardig. Ja. Nu hebben ze dus de 6.1. Die is verkrijgbaar in verschillende kleuren. De zwarte en de witte kosten zo'n 260 euro en zijn voorzien van 3 gigabyte werkgeheugen en 32 gigabyte opslag. Er is ook een blauwe versie van. Nokia blauw wordt wat voorgetrokken kennelijk, want die heeft 4 gigabyte en 64 gigabyte geheugen. En die is ook een paar tientjes duurder. Ja. Dat is natuurlijk we praten dus over prijzen, nou, rond de 250 euro, ietsje duurder, maar misschien... Ja, 260 in onze prijsvergelijkers. En wellicht gaat het nog wat zakken. Het is natuurlijk wel een marktsegment waar wat meer keuze is. Een van de toestellen die dan meteen bij mij naar boven komt is de Xiaomi Mi A1, wat ook een Android One toestel is. Ik denk dat een beetje de twee toestellen zijn die, als je inderdaad gewoon graag de stock Android wil met de maandelijkse security updates, zijn dat een beetje de twee toestellen die je graag zou willen vergelijken en waar je een keuze tussen moet maken. Ja, General Mobile heeft ook nog wat, onder andere die GM8, maar dat is een toestel waar we zeg maar relatief wat minder over te spreken waren. Maar zeker die Mi A1, die nog wat goedkoper is, dat is wel een toestel waar Nokia echt tegen moet opboksen. Ja. Nou, laten we eens even naar de specs gaan kijken. Je zei het al, 32 gigabyte en 3 gig geheugen voor de standaardversies. Die duurder heeft 64 en 4. In alle gevallen hebben we van doen met een toestel van 5,5 inch. En ik zou bijna willen zeggen, gewoon weer eens lekker ouderwets full HD resolutie. Ja, 16:9. Precies, gewoon een ouderwets, hè? Heerlijk. 16:9. Ja, je video's zijn weer gewoon schermvullend. Geen notjes en dat soort dingen. Wat wel opvalt en waar je duidelijk aan ziet dat dit een toestel is in de middenklasse, is dat hij gewoon relatief brede randen rond het scherm heeft. Als je dit vergelijkt met de high-end modellen van nu, dan denk je van, wat een zwart rondom mijn scherm. Aan de andere kant, een voordeel is wel weer dat het een aluminium unibody is, het toestel. Het is echt een toestel waarmee je zou kunnen gooien en smijten. Hij is super stevig. De bouwkwaliteit is echt heel erg goed. Ja. Dus ja, je hebt wat bredere randen, maar dan krijg je wel dus uitstekende bouwkwaliteit. Toen we onze collega David de Jong, die de smartphones test, het erover hadden van, moet je nou eigenlijk voor de Nokia of de Xiaomi gaan, zei hij in ieder geval, als je er iemand mee dood wil slaan, kun je beter de Nokia kiezen, want die is een stuk steviger. Ja, een stuk steviger. Dat wil overigens niet zeggen dat hij heel zwaar is. Het is geen lichte telefoon, maar het is zeker ook geen baksteen. De SoC is een Qualcomm Snapdragon 630. Dat is toch echt wel een stapje minder dan de 660 die in die 7 Plus zit. Het is een 8-core SoC en dan met, dan moet ik weer even spieken, de Creo 260 cores. Maar in principe is dat Cortex A53. Ja, 53, precies. Op dus 2,2 gigahertz. Ja, en het is dus geen Big Little. Het zijn acht dezelfde cores. Acht Little's eigenlijk dus. Ja, het is Little eigenlijk. Ja. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het zijn acht Little cores en we zullen straks ook bij de benchmark zien. Het is zeker geen streepentrekker als het op prestaties aankomt. Aan de andere kant is het voor dagelijks gebruik gewoon een prima SoC die bovendien lekker, tenminste relatief zuinig kan zijn. Als je hem gebruikt voor internet, e-mail, Facebook, social media, noem het allemaal op, is het prima. Voor gaming, dat zullen we daar gezien. Nee, er zit een Adreno 508 GPU in. Nou ja, dat, nogmaals, we gaan er straks naar kijken, maar dat is zeker niet het snelste. Ja, nou, dat is dus een duidelijk verschil met de luxere, Nokia's en ook luxere andere toestellen. Ook de camera, waar we in die Nokia 7 Plus eigenlijk twee camera's tegenkwamen. Twee camera's van 12 megapixel, eentje een beetje ingezoomd en de andere uitgezoomd.
vinden we hier aan de achterkant één camera, wel van 16 megapixels. Maar uiteraard, het is een wat goedkopere telefoon, dus qua optiek en dergelijke toch echt wel een standje minder. Ja, en dat is ook wel waar we echt vooruitlopend op de testresultaten, waar we echt belangrijke verschillen zien. Deze camera is zeker in donker gewoon niet heel erg fantastisch. En als we hem dan vergelijken met ons standaard high-end model, de Samsung Galaxy S9 Plus, wat uiteraard een veel duurder toestel is, dan zie je dat die echt gewoon heel erg veel minder goed is. Ja. Terwijl die Nokia 7 Plus, die schurkte daar vrij dicht tegenaan, terwijl die de helft kost. Aan de andere kant ook, als je kijkt bijvoorbeeld weer naar die Mi A1 van Xiaomi. Ja, dat is een toestel wat net een paar tientjes goedkoper nog is dan deze. Die koop je voor zo'n ongeveer €220. En die presteert qua camera eigenlijk wat beter gewoon. Ja. Nou, verder de specs. Ook hier hebben we van doen met een dual SIM telefoon. Dus als je een privé en een zakelijke SIM wil combineren, dat gaat makkelijk. Opladen via USB-C, nogal wie dus. Het is 2018. Draadloos opladen kan hij niet. Kun je ook niet verwachten in dit prijssegment. Een koptelefoonaansluiting, die is er nog. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Nee, ja, wij zijn er blij mee. En de accu, 3000 mAh bij die 7 Plus, die blonk echt uit. 3800 uit mijn hoofd. 3000 is echt gewoon normaal. Ja, maar dit heeft dus ook een relatief klein scherm. Dus de hele grote accu is hier ook niet per definitie nodig. Zeker ook als je naar de SoC kijkt die erin zit. Nou, we gaan eens even kijken naar de testresultaten. Laten we beginnen bij het scherm. Ja, en dat is wel, je zei het al, het is een 5,5 inch Full HD scherm. Over de beeldkwaliteit aan zich, als we die gaan meten, ja, daar worden we niet echt super enthousiast van. De helderheid is redelijk goed, maar de zwartwaarden zijn matig, waardoor het contrast eigenlijk ook niet fantastisch is. Ja, en als we dan kijken naar de Delta E, naar die afwijkingen voor kleur en grijsweergave, zien we daar allebei vrij hoge scores. Nog even voor duidelijkheid, je ziet hier de 6 van vorig jaar, dus het oude toestel in groen en de nieuwe in het, dus de 6.1 die we nu bespreken in het rood. Ja. Vooral die grijstinten, je ziet dat is niet neutraal grijs, maar dat neigt heel erg naar blauwig. Je ziet het hier in die vakjes. Onderin is hoe het zou moeten zijn. Bovenin is zeg maar een schematische weergave van hoe je het ziet. Nou, je ziet het al heel erg. Zeker naarmate de tinten lichter worden, is het eigenlijk gewoon heel erg blauwig het scherm. Ja, daardoor lijkt het ook altijd wat helderder. Misschien is het expres doen om een beetje, weet je, je hersenen te laten denken dat je naar een helderder scherm kijkt. Ja. Weet je, als je aan het Facebooken bent of het e-mailen, lekker boeiend. Maar als je toch echt het van belang vindt dat je foto's en video's er gewoon zo accuraat mogelijk uitzien, is dit het verkeerde toestel. Ja, dan moet je deze niet hebben. Ja. Prestaties dan. We hebben hier de scores van Geekbench, zoals single core als multicore. PC-mark, dat is eigenlijk een wat meer allround benchmark die gewoon verschillende workloads doet. We moeten er meteen bij zeggen, dit is in vergelijking met andere mid-range Android-toestellen. Dus we hebben een paar wat luxer erbij, maar zeg maar de 7 Plus staat bovenaan. Niet omdat het de snelste telefoon is, maar meer omdat het echte high-end hebben we even achterwege gelaten. Je ziet dat hier de 6.1 met een wel beter presteert dan de 6 van vorig jaar. Ja, aanmerkelijk beter. En in het mid-range segment, deze SoC is prima. Wat ik al zei, voor dagelijks gebruik, als je inderdaad niet al te zware eisen hebt, niet te veel wil multitasken en zeker games waar we het zo meteen over gaan hebben, als dat niet jouw ding is, dan kan je er prima mee werken. Browsen gaat gewoon prima. Ook het switchen tussen apps, dat gaat voor het gevoel gewoon allemaal lekker vlot. Ja. Er valt prima mee te werken. En als we dan weer toch even het vergelijk maken met die Mi A1, dan is die ietsje sneller, maar dat mag eigenlijk bijna geen naam hebben. Precies. Gaming dan, 3D Mark en GF Xbench. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit wil je überhaupt niet kopen om te gamen, een midrange telefoon. Maar dan toch alsnog, als we hem vergelijken met andere toestellen in het prijssegment, doet het gewoon prima. Ja, maar goed, in het prijssegment, en we weten van midrange telefoons dat gaming niet ideaal is. Zeker GF Xbench 3.1, wat gewoon een beetje een high-end game nadoet. Ja, 10 fps word je gewoon niet heel erg vrolijk van. En zelfs in Ice Storm bij 3D Mark, wat gewoon zeker geen, voor huidige begrippen, geen veel eisende benchmark is, weet hij de 40 fps eigenlijk niet als gemiddelde te halen. Dus voor gaming gewoon niet de ideale telefoon. En dan de vraag, hoe lang werkt hij op een acculading? Ja, dat is redelijk eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk gewoon wel prima. Niet uitzonderlijk, maar je ziet dat het apparaat gewoon niet enorm veel energie slurpt. Dus dat hij gewoon prima accuwerktijden weet te realiseren. Sterker nog, als je kijkt naar onze webbrowse-test, wat eigenlijk gewoon heel simpel is, gewoon websites bekijken en scrollen, doet het ongeveer net zo lang als die 7 Plus. In de zware test doet hij het zelfs langer dan de 7 Plus. Terwijl die 7 Plus heeft natuurlijk een veel groter accu. Maar je merkt toch gewoon dat het scherm een lage resolutie heeft en vooral er een wat langzamere, zuinigere SoC in zit. Dat onder de streep doet hij het gewoon langer. Je hebt niet zoveel power. Het voordeel is ook dat je niet zoveel power kan consumeren. Dus dat is...
al met al een interessant toestel. De 6 was al interessant. Ik denk dat hij nu met eigenlijk de overstap naar Android One, waardoor je dus echt gewoon zeker weet, iedere maand security updates, die volgende Android versie krijg je gewoon. Sterker nog, de Android versie daarna krijg je ook gewoon, wat Nokia garandeert, ook gewoon 2 jaar lang, dat je gewoon de volle nieuwe Android versies krijgt. Wat dat betreft alleen maar pluspunten. Tegelijkertijd misschien wel de belangrijkste tegenstander in het prijssegment is dat toestel van Xiaomi. Is ook een Android One. En die is wat goedkoper. En ja, wat we al hadden, heeft op zijn minst een wat betere camera. Ja, die heeft een betere camera. En wat je dus al zei, hij is zo'n 30-40 euro goedkoper. Ik vind hem zelf wat vrijer qua uiterlijk. Aan de andere kant is deze qua bouwkwaliteit wat beter. Ik bedoel, we hebben er allebei niet mee gaan gooien en smijten. Dus we hebben niet daadwerkelijk proefondervindelijk gekeken. Maar het eerste kapot gaat. Dit voelt duidelijk steviger. Dit voelt steviger. Ik vind zelf die Xiaomi wat mooier. Ja, en dat is ook de reden waarom we dit toestel geen award hebben gegeven. Eigenlijk, hij zit in een segment waar gewoon wel veel concurrentie is. En waar concurrentie is, waar zeker ook wat voor valt te zeggen. En als ik zelf zou moeten kiezen tussen die Mi A1 en dit toestel, dan zou mijn voorkeur toch uitgaan naar die van Xiaomi. Ja, maar wellicht dat Nokia meeluistert en nog 4 tientjes van de prijs afdoet. En dan kan het zomaar weer anders zijn. Dit was Hardware TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.